Een groot gedeelte van de Turkouwstraat zakt steeds verder weg en de kans bestaat dat de weg het zal begeven. In februari brak er een grote buis van de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM, hetgeen voor wateroverlast zorgde. Het bedrijf heeft gerapporteerd dat de schade aan de 400 mm dikke hoofdbuis is ontstaan door verschuiving van de schoeiing ter plaatse. Vermoedelijk is de verschuiving van de berm ontstaan door lijnbussen die daar dagelijks keren. Een deel van de berm spoelde weg, waardoor een groot deel van Paramaribo te kampen had met een lage waterdruk. De SWM heeft toen de hoofdbuis gerepareerd en de berm tijdelijk hersteld. De SWM wees erop dat ter voorkoming van calamiteiten er dringend orde op zaken gesteld moet worden inzake de conditie van de weg. Aan het ministerie van Openbare Werken is schriftelijk gevraagd om ter voorkoming van ongelukken door verschuiving van de schoeiing de situatie aan te pakken. Echter is dit tot heden niet gebeurd en verergert de situatie. Aldus informatie verkregen van Star News.